De overheid heeft een begin gemaakt met het openen van bankrekeningen voor personen die COVID-steun uitbetaald moeten krijgen. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zegt dat hiermee het gevaar op besmettingen veel kleiner is dan wanneer de uitbetaling fysiek zou gebeuren. Bij diverse banken zijn de eerste 100 bankrekeningen geopend. Belangrijk is dat wij zeker gelet op COVID, wij de risico niet willen nemen dat wij lange rijen zullen hebben om het geld fysiek uit te betalen. Vandaar dat wij vragen om bankrekeningen. We helpen hierbij aan bankrekeningen openen, dat doet het ministerie van Financiën. En wij hopen dat we zo snel als mogelijk iedereen kunnen helpen aan een bankrekening, zodat we de gelden vlot en snel kunnen overmaken. Dit zijn mensen met een verminderd inkomen. Ze hebben wel al een baan of kleine zelfstandigen. En of mensen die ontslagen zijn en die kunnen bewijzen dat ze ontslagen zijn middels een ontslagbrief of iets dergelijks. Kuldeep Singh wijst erop dat haar ministerie bezig is de vacaturebank te moderniseren, waarbij deze mensen ook geregistreerd zullen worden. Het ministerie wil zoveel mogelijk werkgelegenheid creëren door kleine zelfstandigen te motiveren. Het ministerie van Arbeid is al bezig, SPWE, dat is Stichting Productieve Werkeenheden, op te krikken zodat wij kleine ondernemers kunnen ondersteunen met trainingen, met coaching, met begeleiding tot de banken en daarna ook hun bedrijven helpen opzetten. En daarna zijn we ook bezig om SAO weer een facelift te geven, dat we zoveel als mogelijk trainingen zullen verzorgen om deze jongeren en mensen die werkloos zijn, om vaktrainingen te verzorgen, zodat deze mensen straks een eigen klein bedrijfje kunnen openen of ergens een baan kunnen vinden. Het ministerie doet er alles aan om deze mensen tegemoet te komen. Ik moet u zeggen, u weet, als COVID er niet was, waren wij nu veel verder als regering en zeker als ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.